School start terug online. Taken stromen binnen. Ik hoor de woorden smart school, uploaden, online vragen stellen, deadline, filmpjes, PowerPoint, foto's doorsturen. Eén laptop en de twee jongsten willen beide zien wat ze te doen hebben. Het overvalt me allemaal. Ik kan er niet mee overweg. Blijkbaar zijn niet alle leerkrachten op de hoogte dat de jongens niet steeds online kunnen. Wat teleurstellingen geeft bij de leerkrachten, maar ook bij de jongens. Ze willen graag alles meevolgen, maar het probleem blijft: één laptop voor een twee. Een onverwacht telefoontje van de schooldirectie. De jongens gaan gebruik mogen maken van hun Chromebook van school. Echt waar? Was mijn eerste antwoord. Ja dus. Het team merkte toch wel dat het niet evident is en dat de jongens veel moeite doen om alles klaar te spelen met de middelen die er thuis zijn. Ik voel me eindelijk gehoord en gesteund. Niet alle leerlingen zijn voldoende uitgerust om onderwijs op afstand te volgen of taken te maken. Ook is het voor ouders en leerlingen niet gemakkelijk om op school aan te geven dat ze niet aan hun verwachtingen kunnen voldoen. Wij vinden het belangrijk dat scholen zich hier bewust van zijn.